Alice and I are having dessert. This is my hey. Alice enjoys the party. She's doing what is it in your hand? My e-cigarette. Oh, it looks like you're in a science lab. I'm a crazy scientist. Yeah, we're doing some very important investigation. Alice has just got a new charger. So we now have three different chargers, but we weren't very sure. I love this. Can you sleep with this window open? Yeah, yeah, for 3 days and we're absolutely crazy. But, I feel fine. Yeah. I'm fine. We haven't been killed yet. How funny would it be if we would wake up and there would be like the thing with the nose, you know, guys, just through the window. Guys, that's not okay. We have a dead wish. The room thing 8 with the nose. The people who are willing to die at Riverside. Oh. Hey, Scott. Hey. Hey, Scott. No, no, I heard about the history of this room. Nora, if you see this, Nora is one of my best friends. Who? The history of the room was me. This is. I got hit. The spider freaked the fuck out. I was like, I'm not staying in this room anymore. It was right over there. A very big trance. We are in a wild. And then I came back in, and I had my mosquito net up, and literally, it was like here, behind the mosquito net, so... Oh my god. But you're like super scared of spiders, right? Yeah. This girl got sick a little at harvesting today. We were harvesting, she got sick a little, and she had to sit down in the shadows, but she refused. Because there were stories about snakes being there, so she walked like 10 minutes to the shade. Yeah, but I really relate to that. I want to spit a cobra. Oh, I hate to see that. Just in a bananas. Are you scared of snakes? No. No? I would freak out if I saw a spinning cobra. Okay, Alice is on harvesting all week long. All by myself. Oh, yeah. All by myself. Harvesting with snakes. Did they actually spit? You remember spit where it? We were going? Yeah, they can spit accurately in your eyes. 2 meters. Is that a thing? Is that really a thing? Just spit a cobra, spit into your eyes. What is from here to that wall? Why do snakes exist? When we catch up the spit a cobra from bananas. Yes, good English, Mia. Morning coffee. Morning Joe. Morning people. Yay. Goedemorgen. Het is echt een super lekkere dag vandaag. Ik heb echt heerlijk geslapen. Ik ben helemaal klaar voor. Gisteren was echt loodzwaar, dus vandaag zijn mijn spieren lekker verzuurd. Maar ik heb er eigenlijk wel zin in. We beginnen met factor 50 opsmeren, want ik ben een beetje verbrand op sommige plekken. Puntje van mijn neus. En begin met de grote apenkor. Goedemorgen, vreedzakken. Wie heeft er net 2 uur lang jullie kooi schoongemaakt? Ikke! Is het lekker? Vertel, wat vind je ervan? Even een review. Structuur goed? Ja, oh ja, ik zie het al. Smaak goed, wat vind jij ervan? Je hebt een ander hapje. Ja, ik zal het niet afpakken, dan toch. Mijn baby's, I love you guys! Ik praat nu echt een soort van mix van Engels en Nederlands en... Het is heel erg verwarrend voor mezelf en voor mijn medemens. Ontbijt, breakfast, yeah. I'm stupid, I put my porridge on my plate. En I have a bowl. En fresh orange juice. Hi. What was that? Hi. We are now sitting at the Hyde. It's the chill building. And she's drinking coffee. With well, a shot. Coffee. And you know what Miro just told me? No. We're going this afternoon to a supermarket and you can buy your own stuff. And I'm so excited because then I get yogurt again and not you fruit. Can buy a better coffee than this. Yeah. She told me that. And I was like, what? I'm so happy. Because as I filmed this morning, the coffee is absolutely disgusting. Crap. Sorry, but better than nothing, so. Yeah, exactly. I'm in the same boat. But so we drink it with pain in our heart, thinking about all the good cappuccinos in the world and
them not being then you here. Get this kind of okay. boiling water with them. I'll show you guys. Mine is black, but yeah, it's not you don't really see. Yum 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 yum. Yum, yum, yum. Yum, 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 we just had breakfast with muffins. Whoa, whoa, whoa. So cappuccino good. Muffins. But like, the milk was warm for my cereals. What was it? The milk was warm. Oh. It was not a grudge. Fridge. I don't eat cereals. I only eat choco pups. The chocolate ones. The unhealthy things. You can buy them as well. Are absolute crap, but still good. That's right. That's right. This is right. And Joe is here for another 2 weeks and I'm happy. Yeah. Can failleur. I miss Tao. Yeah, Tao will miss you. Aww. Your French accent. Oh, yeah. Failleur. Never ever ever. We did ride a bus. It's a drinking game. And then you get the card and then you have to guess if the next card will be higher or lower than your previous card. And Tao was a guy who was here. He said he's French. He was like, "Hier." Loer. And then there's a card you need. It's I think the 5. So it's never have I ever. Oh, yeah. And he always goes never ever ever. Never ever ever. It's so funny. Yeah. Yeah. Inside Joe's at Riverside. Whoop whoop whoop. Bam. Bam. Okay. West Virginia. Take me home, take me home. That's not the tune. No, it's not. Can you sing it? She can sing very well. Oh, 5, 6, 7. West Virginia. Mountain llamas, take me home. Country road. Woo! Alice. I have this amazing singer in my room and I'm happy. Yes. This is James Monkey Man. Do the snap. No. Yeah, okay. And, yeah, that's live. And this is the bonfire place. Whoa, yo, shit. Okay, sorry. What is the... That was a little bit... Oh, yeah, we love hanging out here. It's so cute. Penny's just sitting there underneath the monkeys. Okay. So, what? Tell us about the process. Toilet paper. Slightly bigger sticks. Hello darkness, my old friend. Okay, and so where do you put the fire, like in the toilet paper first, right? Mm-hmm. Okay, well, we'll see how it goes. And then there was light. Oh. James, how are you feeling about what you just have made? Sorry, your birthday. Warm. Wow. Alcoholic milkshake drink. Oh, nice. And it was, it was lumpy. Lumpy? Oh, you're trying to be lumpy. Just spill it all on a leg, it looked like sick. Ik heb gisteren bij de supermarkt een cappuccino gekocht. Halleluja. Het is nu ochtend, woensdagochtend. En vanmiddag heb ik vrij. Dus het is een goede dag. Wel een beetje koudje van gisteren, maar het is hanteerbaar. Tada! Oh, ik ben zo blij. Oh my god. Cappuccino, appel, zonnetje, lieve mensen. Good morning everybody. Goedemorgen in Dutch en België. We're cleaning this cage. We gaan deze kooi vandaag schoonmaken. Oh, nog niet. Oh, hey Elle, we're going to miss you so much. And you see this probably, I think in 2 weeks or something in my video. Hopefully. Hopefully, yeah. And we're going to miss you. Yeah, me too. Oh, she's not even on the screen. Oh, sorry, Meryl. Oh, I thought you said Ben Ellen. And we had such a great time with you, and you're so much fun. Yeah. And yeah. Gonna miss you here. Especially your laugh. I love your laugh. I love your laugh. I love your this. Your smile. Smile. No, that's not a smile. Like the sound of your like, like that. No, it's like. No, you can't do it. It's just an Ellen thing. Oh my god. First, we roll up the side things. Soap gets the bowls and the things for the monkeys. The bowls and the things. So, now we have put all the hay on one big pile.
Sophie's doing great, good technique. And then we'll get all this little stuff with the big broom on a pile and just put it out of the cage. How are you holding up? Very good, thank you. No problem, yeah. Okay. We get it on this red blanket. Ow, that's my head. And we kind of wrap that up as a package. And then we put it on the wheelbarrow. So Soph is now doing the outside of the cage. The outside. And me and Eva are going to go with these red brooms you see here. Past the fences. So these things on both sides. So I'll stand from the inside, she from the outside, and we'll go with the brooms like this to clean it all, put it in soap, and then we wash it off later with the hose. Next step, cleaning all these pipes here on the side. Soap is already busy. All these sides underneath there. We just did all the fences with what you just saw. And with the hose, cleaning everything. All the bars have been done. Done, 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 done. Now. Ta-da! I don't know if you see it. Monkeys with their food. We use towels to dry all the water. And now the last things are being done. The monkeys are happy. Good morning. Morning. How are you feeling? This is where we do shit. Yeah. Yes. Beautiful toilet. Beautiful toilet. Beautiful toilet. And a mirror. Hallelujah. 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 Oh my God. Hard boiled, long boiled, blah blah blah, blah, blah. Long cooked eieren. Hell yeah. Woop, woop, woop. Tiger. Hey baby. Oh my God. Trying to get him to lift the camera. Yeah. How cute. It's my phone. Oh, nope. Hey, baby. Ow, ow, ow. Hey, baby. That's my necklace. You like him? You're my friends. Oh. No. Dat is like all the time with these guys. They're like so just cute. Pull like, everything. Just wow, this is nice. We gaan even een potje poelen. We gaan even een potje poelen. Merel had de taak om de poeltafel vast klaar te zetten. Bijna goed gedaan. Ik heb afgelopen dagen even iets minder gefilmd omdat oh jeetje. Omdat ik toch iets meer gewoon echt een beetje hier wilde zijn. Ik was nog steeds aan het denken van, ja, dan moet ik het wel vastleggen op mijn camera en zo. En dus, sorry daarvoor. Of nou ja, weet ik niet echt. En even denken. Het was een hele leuke dag. Het begon eigenlijk heel kut. Vervelend. En het was namelijk niet zo lekker weer en zo. En heel erg bewolkt en alles. En toen op een gegeven moment gingen we de kooi schoonmaken. En toen kwam opeens iemand naar ons toe. Wie wil er eigenlijk naar food prep? Dus dat is het klaarmaken van het eten. En ik was meteen van ja, lekker egoïstisch. Maar, dus toen wilde ik lekker naar het eten. En dat is gewoon zo'n ninja mes. Mag je dan rammen op fruit en gewoon breken en slopen. En het is echt top. Ik ga het wel een keertje filmen. Morgen hopelijk als ik daar weer op zit. Want het is echt vet leuk.
En ik mis koken ook echt super erg. Dus dan is dat semi-koken dan. Het is best wel heel leuk. Het was heel leuk. En we zijn nog gaan wandelen met de apen. En we zijn nog sprinkhanen gaan vangen. De classic natuurlijk. Dat ging natuurlijk voor hun meter vandaag weer. Echt een drama. Maar goed, het was ook wel weer. Het is zoals het is. En toen vanmiddag moest ik weer voetprep. En toen mocht ik anderhalf uur met de babyaapjes in de kooi. Het is zo leuk. Oh my god, het is echt het leukste. Het schat ze ooit. Dan gaan ze echt zo op je zitten en spelen. En ik had zo'n grote shirt aan. En dan klom ze steeds, wilde ze zo door mijn hals zo naar beneden. En dan vielen ze zo weer bij mijn broek vielen ze er weer uit. En dat is echt hilarisch. Een soort glijbaan voor de apen. En dan met van die melkflesjes. Och jongens, het is echt zo cute. Dus dat was ook echt super leuk. En toen nog even wat schoongemaakt en gedaan. En we hebben een struisvogel eten gegeven, James en ik. Dus dat was ook wel, we waren allebei vet bang. We durfden eigenlijk allebei niet. Maar toen ging James met een papaya stuk, ging hij iets van 100 meter verderop. Nee, dat is overdreven, 30 meter verderop staan. En de struisvogel die dus agressieproblemen heeft, Patricia lokken. En toen ging ik super snel zo het hok inrennen. En dat ding leeg, toen kwam er nog een andere struisvogel aan. Dus ik was helemaal van, ga ik dood of niet? Ga ik dood of niet? En ik ging niet dood. En toen hadden we het gedaan. En toen waren we heel blij. Zo, jeetje, wat een verhaal. En dus dat was een leuk ding van de bucketlist. Ik ben er ook achter gekomen dat er nijlpaarden hier zijn. 'S Nachts als het regent. Dus er was waarschijnlijk 's nachts een nijlpaard. En ik heb mezelf al een keer 's nachts buiten gesloten hier. Dus ik moet daar wel eventjes mee gaan oppassen, want ik wil niet vast buiten zitten en dat ik dan ogen op met een nijlpaard staat. Dat lijkt me niet echt chill. En wat vind ik dat echt allemaal hartstikke goed en leuk. En ik mis thuis, niet echt thuis heel erg, maar ik zou wel heel graag willen dat gewoon mijn vrienden en familie allemaal eventjes hier waren. Dat ze het gewoon echt even konden zien, nachtje logeren, even met die apen wandelen. Gewoon echt die experience een beetje meemaken, gewoon voor één dag. Maar goed, ja, dat is heel leuk dat ik dat wil, maar dat gaat waarschijnlijk niet. Maar goed, door de video's kunnen mensen het wel gewoon zien en dat vind ik ook heel erg leuk. En ook als ik tegen de camera praat, wat best wel apart is, zo in je eentje, beeld ik gewoon letterlijk in dat ik tegenover mijn familie en mijn vrienden zit en gewoon vertel wat we hier doen. Dus dat voelt het ook wel een beetje alsof ze hier zijn. Ja, en nu ga ik naar de hide en dan ga ik wel even wat filmen daar, dat is wel leuk. Bon appétit, bon appétit. Yeah. Are you happy? Yeah. Have fun food. I should make. Ik heb per ongeluk de sleutel van dit chillgebouw hier binnen gedaan. Heb hier binnen gelaten. En toen heb ik het op slot gedaan. En er is geen reservesleutel. Dus, oh mijn god, ik ben aan het lachen, maar het is echt niet grappig. Ik stress hem dood hier. En nu zijn James en Debbie, want we kunnen dus de sleutel. De sleutel ligt op de magnetron. En we kunnen er net niet bij. En nu gaan we een haak pakken. Ik hoop zo dat het lukt. Oh my god. Halleluja. Oh mijn god. Hij is open. Deze sleutel lag hierop. Op de magnetron. Hier is de bovenkant. Dus daar is. The man of victory. He got what's the word in English? The stick? Oh, that thing. Hook. Yeah, the hook. And he stood on this on a bin and he went with the hook around the corner. And I'm so relieved, oh my god. That was terrible. Yay! Er is een gitaar. Ik ben zo blij. Dat is een gitaar. Look at the rest. En er is een rat daar. Waar zie jij hem echt? In de hoek op dat groen. Oh my god, wat de hel. Nou, er is een rat. Chill. Jee. En ik heb net lekker gitaar gespeeld en gezongen. Was eventjes fijn. En mijn video is al 1% opgeladen, jongens. Ik ga gewoon mijn laptop vannacht hier in de hide laten met het slot erop. En dan zien we. Hey, Eve.